Robin heeft een passie voor bomen. Oude, unieke exemplaren die bijna niet meer te redden vallen, daar krijgt hij toch nieuw leven in. Robin is al even uniek als zijn bomen. Met afgestorven stukken of dode takken maakt hij nieuwe kunst. Hij stelde onlangs tentoon op de kunstroute in Roeselare. Robin is de zevende generatie die bomen verzorgt. En het ziet er naar uit dat de opvolging klaarstaat. We zijn hier op een kasteeldomein waar er allemaal hele unieke oude bomen staan. Die bomen hebben hier heel zwaar afgezien bij de aanleg van de Express. Ze hebben hier dus met grote graafmachines de grond verzet, waardoor dan eigenlijk veel wortels beschadigd geweest zijn. Met als gevolg dat de boom eigenlijk aan het afkwijnen is. We zijn vooral eigenlijk gespecialiseerd voor oude bomen die ziek zijn of die eigenlijk te verduren krijgen door die werkzaamheden te gaan behandelen. We hebben voor eigenlijk een speciaal systeem ontwikkeld. We gaan dus in de grond, we gaan de gecompacteerde lagen openblazen. We geven daar vloeibare meststof aan. En nadien wordt er dan in diezelfde lagen lava gespoten. Maar die lava zorgt ervoor dat er een goede drainage is. Dat die grond niet weer opnieuw compacteert. Dus ik heb aan mijn 19 het bedrijf overgenomen en ik heb eigenlijk maar pas aan mijn 27 gaan studeren. Omdat ik voelde van, ja, ik wil niet gewoon maar boomsnoeier worden of blijven. Ik wil iets meer doen en ik had al gehoord inderdaad of gelezen over boomchirurgen. Dat klonk zo mysterieus en dat sprak me wel enorm aan. Robin is een heel speciale mens. Hij is iemand die heel vol met passie doet. Er is niets belangrijker voor hem dan een boom eigenlijk. Dus als er iets gedaan wordt, dan wordt het met alle 100%, met 200% gedaan eigenlijk. Zodat je gaat niet stoppen om te zeggen van we zijn er dan vanaf voor vandaag. Nee, het moet af zijn. Nu als je hem zo ziet in de hoogtewerker, dan begint hij dikwijls te fluiten, te zingen en dan begint hij zelf uit te vinden, liedjes zo. En dan weet je van dat hij gelukkig is en dat alles goed gaat eigenlijk. Deze boom was ziek. Ten eerste, al die blaren waren volledig geel. Dat is een ziekte van al die bomen. En ten tweede waren de paddenstoel aan de voet van de boom. Dus Robin is gekomen, hij heeft mij gezegd, ik ga dat behandelen. En ik beloof je, volgend jaar is die volledig groen. En zoals jullie nu het kunnen zien, is die volledig groen. De paddenstoelen zijn onder controle, dus ik ben zeer tevreden. We zijn hier thuis, daar is het atelier. Mijn papa is boomkunstenaar en hij is nu bezig met veenhout een kunstwerk van te maken. Ik heb kunstwerken al gemaakt, wilg, populier, abeel, eik, tulpenboom. Laat ons zeggen dat ik wel soms een beetje te gedreven en soms te gepassioneerd ben, maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Hè. Als ik boom verzorg, is het eigenlijk ook met een artistiek oog van de boom eigenlijk zodanig mooi te maken dat je niet ziet dat er iets aan gedaan is. En daarnaast in mijn kunstwerken is zo, als ik een kunstwerk maak, is precies alsof dat rechtstreeks uit de natuur komt. Dat is eigenlijk een beetje de symbiose tussen mijn werk en mijn passie als kunstenaar. Dit is de Arbo Dragon, een hele grote knaap. En het is de top van een boom die een stuk verderop in de straat staat. Daarom is het extra leuk dat hij nu weer in Roeselare terug is. Je kunt zien, als je vanaf deze kant kijkt, hoe de top is geweest. Maar gaandeweg dat hij aan het werk was, zag hij in één keer een draak tevoorschijn komen. Dus vandaar de titel, Arbo Dragon. Het fijne is dat het aaibaar is. Het is een grof materiaal, maar je mag er aankomen. En meestal met kunst moet je afstand houden. Maar op de een of andere manier durft hij het zo te maken dat we het allemaal kunnen aanraken. En mensen houden daarvan. Ik zie hem voor het eerst en ik vind hem echt fantastisch. En ja, je kunt er van alles in ontdekken.
Elke kant heeft weer iets speciaals. Hij is bijzonder positief, energiek en goud eerlijk. En ook dat eerlijke, dat past weer bij het materiaal hout. Dat is ook een eerlijk materiaal en ja, dat is Robin. Ik heb hier al een serieuze collectie en dat zijn allemaal unieke stukken van bomen. Dode takken, bomen die dan toch afgestorven zijn, bomen die dikwijls weg moeten omdat er gebouwen in de plaats moet komen. Noem het maar op, het kan dikwijls aan het snoeien zijn en een hele mooie kronkelen in een tak. In een dode tak bijvoorbeeld en ik zeg, oh, ik moet dat meepakken en dat is eigenlijk een soort verslaving. Mijn eerste ergernis dat ik heb en frustratie dat ik heb, is dat ik waarschijnlijk maar 80 jaar ga leven. En dat ik 3 eigenlijk voor 300 jaar heb.